Dag dames en heren. Op veel plaatsen was het vandaag bewolkt en er trok nog zo nu en dan een bui over. Maar in het zuidoosten van het land, daar was het grotendeels droog. En zowaar, op de momenten dat eventjes het wolkendek brak, zag het er toch heel vriendelijk uit. En sowieso waren de temperaturen ook vandaag weer vriendelijk. En met een zuidenwind blijft het voorlopig erg mild in onze omgeving. De luchtdruk gaat stijgen en daarmee neemt ook het risico op regen af. Maar dat is op de langere termijn. Op de korte termijn zien we dat bewolking ten westen van ons het weerbeeld bepaalt boven de Britse eilanden. Er ligt een lage drukgebied net even ten westen van Ierland. En aan de voorzijde met een zuidenwind dus aanvoer van milde lucht uit Zuid-Europa, maar ook dus vrij vochtige lucht. En dat vertaalde zich vandaag dus in de bewolking en dus nog de her en der aanwezig zijnde buien. En die buien zien we op de regenradar, vooral in het westen en deels noorden van het land. En in de loop van de middag kwam er toch nog een wat groter cluster aan. Het trekt allemaal naar het noordoosten. Het oosten, zuidoosten had vandaag dus echt de betere papieren. Daar was het op verreweg de meeste momenten gewoon droog. Vanavond trekt de regen via het noorden het land uit. Opklaringen winnen terrein en koud, nee, dat is het absoluut niet. Want met die zuid- tot zuidwestenwind, die aan zee af en toe vrij krachtig of krachtig is, wordt milde lucht aangevoerd. Halverwege de avond wijst de thermometer zo'n 12 of 13 graden aan. En vannacht komt het overigens niet veel lager dan een graad of 9 à 10. Met dan een wat afnemende wind in het binnenland. Het is overal droog met een mix van wolken en opklaringen. Tegen de ochtend klaart het meer en meer op. En dat betekent dat we morgen, dinsdagochtend, de zon over het algemeen goed zien doorbreken. Er is wel wat hoge bewolking aanwezig. Pas in de loop van de dag wordt vanuit het westen het aandeel wolken meer en meer. En tegen de avond kan in het uiterste westen wat regen vallen. En kijk naar de temperaturen, 16, 17 graden. Dan te bedenken dat het nog begin november is en we dit soort temperaturen meten. Het is gewoon erg zacht. En ook de komende dagen blijft de temperatuur op niveau. Alhoewel, zo richting het weekeinde gaan de temperaturen een klein beetje terug, ook in de nachten. Het wordt rustiger. Onder invloed van een hoge drukgebied kan er misschien ook wel weer eens een keer wat nevel of mist ontstaan, wat in de ochtend langzaam oplost. Maar over het algemeen zien we de komende dagen de zon wat vaker doorbreken. Het is overwegend droog, alleen woensdag en in de nacht naar woensdag overigens ook, dan valt er nog wel enige tijd wat regen. Tot de volgende keer.